Op de werf van Wilton Feyenoord aan de Nieuwe Waterweg in Schiedam ligt de vroegere Karel Deurman al enkele maanden voor reparatiewerkzaamheden in dok. Het vliegdekschip dat aan Argentinië verkocht werd, heeft hier onder andere nieuwe machineonderdelen gekregen die via een opening in de zijwand het schip werden binnengebracht. De onderdelen zijn afkomstig van het Britse vliegdekschip Leviathan. De reparatiewerkzaamheden omvatten ook het zandstralen van de onderkant van de Karel Deurman, die nu de naam 25 de Mayo, 25 mei, draagt. Datum van de onafhankelijkheid van Argentinië. Gedurende de reparaties worden Argentijnen onderwezen in de bediening van de technische apparatuur op het 20 jaar oude vliegdekschip. De ex-Karel Deurman blijft tot augustus in het droogdok en zal daarna in dienst komen van de Argentijnse marine.